Het hotel staat er nou anderhalf jaar zo. Iets korter. Iets korter. En hoe is die hele bouwfase dan verlopen? Want je zei net, je gaat bij iedereen in de familie even kijken. Ja. Maar hoe gaat dat dan? Nou, we hadden wel een paar eisen die vastzaten aan de locatie. Dus het moest op zo'n zwarte plint. Daar moesten we in parkeren. Want dat de andere gebouwen die daar staan hadden dat al een beetje. Hoofdgebouw vierkant. En dan hadden we een hoogte van 25 meter. Dus een echte toren, wat je nu vaak ziet, dat konden we niet maken. Dus die moesten we plat leggen. Ja. Vandaar die rare constructie op die palen. Mm-hmm. Dus daar zaten we een beetje aan vast. Vervolgens zijn we gaan tekenen. Binnenkant getekend van hoe willen we het hebben. En daarna hebben we er eigenlijk een hoes omheen getekend. Dat we eigenlijk vanuit het gebruik zijn gaan ontwerpen. En daarna zijn we gewoon gaan bouwen. Dat is wel heel goed, hè? Om vanuit het gebruik ontwerpen. Ja, dat scheelt achteraf heel veel. Ja. Heel vaak heb je anders pilaren op de meest gekke plekken staan. Precies. We hebben hotels, dan staat midden in de keuken, staat ineens tussen de pitten, staat dan een pilaar op de dingen. En wij hebben dat kunnen voorkomen door eerst het gebruik te gaan tekenen en daarna eigenlijk een schilder omheen te maken. Maar dat komt natuurlijk omdat je heel veel ervaring hebt. Ja. En een beetje weet wat je wil. Exact. Je weet ook hoe groot de keuken moet zijn. Ja. Ja. En toen zijn we gaan bouwen. Dat is eigenlijk vrij voorspoedig verlopen. We hebben toen alleen een hele forse regenbui gehad. Een hele grote storm. Waardoor we wat vochtproblemen hebben gekregen. Toen hebben we met allemaal stofzuigertjes hebben we gaten in de vloer moeten boren met stofzuigertjes. Dat er eigenlijk weer uit moeten trekken. Echt waar? Ja. Daardoor hebben we een klein beetje vertraging. In de parkeergarage? Of was dat? Nee, dat was op de kamerverdiepingen. Hmm. Ja, toen hebben we eigenlijk het een en ander moeten omgooien en de boel een beetje moeten versnellen om het nog op tijd af te krijgen. Want we wilden heel graag op 1 december open. Ja. Want we wilden graag nog de kerst meepakken, maar we wilden ook niet een week voor de kerst pas open gaan. Want dan hadden we het risico dat we... Weet niemand dat het open is. Dat het allemaal misgaat. Dus we zijn uiteindelijk 1 december 2014 open gegaan. Zonder ruzie te maken met alle bouwpartijen, wat ook nog wel eens gebeurt. Want je natuurlijk heel veel voorschriften waar je aan moet voldoen. Ja, zeker. En er is natuurlijk een keer zo'n situatie geweest in een van de andere hotels. Ja. Dus je denkt nou wel twee keer na. Ja, dat is wel in een andere tijd. Zeker. Tegenwoordig zie je dat echt niet meer. We werken met allemaal professionele aannemers. Tuurlijk. Met gedegen bouwmaterialen. Mm. Maar dat zou echt niet meer gebeuren. Maar een bouwproject goed laten verlopen is op zichzelf een kunst. Omdat je gewoon met heel veel partijen tegelijkertijd in een pand aan het werk bent. We hadden op een gegeven moment 200 man tegelijk aan het werk. Dus dan... 200? Ja. Tjonge. Dus dan moet je het wel een beetje coördineren. Anders dan gaan mensen snel ruzie met elkaar maken. Wie ruimt de rotzooi op en wie laat dat achter? Of wie maakt werk van elkaar kapot? Of dat soort dingen gebeuren wel op een bouw. En hoe lang heeft de bouw nou geduurd in zijn totaliteit? 2 jaar. Nou, dat zeg ik verkeerd. 19 maanden. Oké. Dankjewel. We gaan zo direct verder. Nu eerst een prachtig nummer van John Mayer. Who Says?